Wat zijn gluten nou eigenlijk? En waarom zitten ze in brood? Nou, dat zit zo. Gluten is de naam van een soort eiwit dat in de meeste graansoorten zit. Bijvoorbeeld in tarwe, rogge, gerst en spelt. En dus zitten er gluten in brood dat van deze graansoorten is gemaakt. Gluten maakt het brood lekker luchtig. Ook in veel andere producten waar graan in verwerkt is, zitten gluten. In koekjes, paneermeel, couscous, pasta, soep en kant-en-klaar maaltijden bijvoorbeeld. Zelfs in kleurpotloden kunnen gluten zitten. Sommige mensen kunnen geen gluten verdragen. Een andere naam voor die aandoening is celiakie. Zij moeten zich echt houden aan een glutenvrij dieet. Er zijn ook mensen die geen celiakie hebben, maar toch gevoelig lijken voor gluten. Gelukkig is er voor mensen die gluten niet of slecht verdragen toch brood dat ze wel kunnen eten. Brood van haver of het oergraan tef, bijvoorbeeld. Graansoorten zonder gluten. Om echt glutenvrij te zijn, mogen de haver en tef in het veld, bij het transport en in de bakkerij niet in aanraking komen met gluten. Alleen brood uit een volledig glutenvrije keten bevat zeker geen gluten. Op de verpakking vind je dan het glutenvrij-logo. Benieuwd naar meer broodweetjes of naar lekkere broodrecepten? Kijk dan op Brood.net.